De Centrale Bank van Suriname heeft op 21 augustus 2024 het jaarverslag 2021 gepubliceerd. Hiermee is deels voldaan aan het voornemen om de achterstand in jaarverslagen in te lopen. Het verslag behandelt de financiële en economische ontwikkelingen in 2021, het beleid van de bank en is opgesteld volgens de IFRS-standaarden. Ook worden internationale, regionale en nationale economische trends en de financiële positie van de bank besproken. Het IMF heeft de 7e beoordeling van Surinames herstelprogramma onder de Extended Fund Facility op 22 augustus 2024 succesvol afgerond. Met goedkeuring van de Raad van Bestuur krijgt Suriname toegang tot $62,5 miljoen. Het IMF constateert positieve economische ontwikkelingen zoals groei en dalende inflatie en benadrukt het belang van begrotingsdiscipline en structurele hervormingen om stabiliteit, investeerdersvertrouwen te behouden. Een delegatie van het ministerie van Volksgezondheid bezocht op 17 augustus het dorp Galibi om de RGD-polykliniek te inspecteren. Directeur Rakesh Gayadarsukul prees de staat van de kliniek en benadrukte het belang van preventie, preventieve gezondheidszorg. Tijdens een overleg met de gemeenschap uitten de bewoners hun zorgen over de noodzaak van meer artsen, betere patiëntentransport, medicatievoorzieningen, stroomvoorziening, veilig drinkwater en milieukwesties. Minister Amar Ramadien beloofde deze problemen aan de regering door te geven en oplossingen te zoeken om de levensomstandigheden in Galibi te verbeteren.